gaat kijken naar Liefde op het Eerste Gezicht. Een spannend ontmoetingsspel op RTL 4 waarbij drie mannelijke en drie vrouwelijke kandidaten op het eerste gezicht verliefd kunnen worden. Of dit gebeurt, hoort u van Rolf Wouters en Caroline Tentzen. Goedenavond. Het komt wat onverwacht voor ons, neem me niet kwalijk. Dat is al niet te min. Heel hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering. Liefde op het Eerste Gezicht, zo heet het programma. Ja, precies. Liefde op het Eerste Gezicht, heel hartelijk welkom. Beetje nerveus, maar we stonden namelijk heel erg te praten over het feit dat... U weet dat die mensen dus die elkaar hier ontmoeten zitten op drie krukken. Maar als je zit, zie je dus niet hoe lang iemand is. Dus wat krijg je dan? Dat wij dus hier twee mensen bij ons krijgen waarvan, volgens mij was dat een afduur van vorige week. Krijg je een beetje dit. Goedemiddag. Dat is gewoon heel vreemd. Daar hadden we het even over. Dus sorry dat het zo'n... Excuus. Kan gebeuren. Is niet erg. Beetje ongastvrij. Moet kunnen met zo'n programma toch een beetje losjes. Allemaal steken het in elkaar. We gaan beginnen, zoals u weet, met de afduurs van vorige week die terugkomen. Kijkt u naar het filmpje van het eerste duo. Het leek me degene met de meeste humor en daar hou ik gewoon wel van. Jij houdt van humor. Ja. En dat dacht jij in Danny te vinden. Ja. Danny, we zijn bij jou. Jij riep net slijmert naar Ad. Ja. Nee, maar ik bedoel dat niet zo grof hoor. Nee, natuurlijk niet. Je bedoelt dat gewoon als dat is als, onderdeel van jouw humor. Nee. Wij zijn ten eerste benieuwd... Hadden we afgesproken. Ja, dat is prima. We zijn ten eerste benieuwd wat er met jou gaat gebeuren. Daarna praten wij verder. Voor wie heeft Danny gekozen? Oh! Is dat leuk! Nou. En hier zijn ze, Danny en Judith. Hallo. Zo. Zo, daar staan jullie dan. Ja. Jullie zijn goed van lengte, hè? Dat is het probleem in ieder geval niet. Nee, klopt wel. Hoe was het? Leuk. Ja? Ja, heel erg gelachen. Ja. Het was echt heel gezellig. Oh, goed zo. Ja. Jullie zijn een beetje... Zenuwachtig. Ja, is het zenuwachtig of is het... Wel. Ja? Ja. Maar is het voor het spelletje wat we nog gaan spelen of toch voor wat de toekomst nog zal brengen? Gewoon alles omheen zo. Ja. Wordt het wat? Weet ik nog niet. Dan moet je ook even apart vragen eigenlijk. Mag je eens vragen? Wordt het wat? Ja, nou, het klikt. Ja? Nee, ja? Het klikt gewoon, maar ik ben niet verliefd of zo. Nog niet verliefd? Nee. Nou, dat vind ik een eerlijk antwoord dat het niet is, kan nog komen. Ja. Het heeft soms wat meer tijd nodig. Precies. Dat is helemaal niet waar. Toch spelen wij natuurlijk heel graag met jullie het spel en we hopen jullie richting Malediven te kunnen laten vertrekken. Dat is niet zeker, maar gelukkig, er zijn meer prijzen. Kijk maar. Bij 1 vlinder winnen jullie beide een paar warme, zachte snoepiepantoffels. Bij 2 vlinders beide een elektrische deken, beveiligd tegen oververhitting. Bij 3 een vrolijk bankje dat uitgeklapt een tweepersoonsbed is. En ook bij deze prijs de flesjes massageolie. Bij 4 begint het reizen. Dan gaan jullie naar onze bekendste badplaats Zandvoort. En blijven daar een lang weekend in een luxe hotel. Bij 5 mogen jullie 4 dagen naar Londen, waar in het hart van de stad een schitterend hotel is geboekt, midden in het uitgaanscentrum. En bij 6 vlinders de hoofdprijs, 10 dagen naar de exotische Malediven. En jullie worden er zeer comfortabel naartoe gevlogen door de Singapore Girls. Het blijft een exotische prijs, die reis naar de Malediven, dat wel. Ja, precies. Maar er is meer. Absoluut. En Judith fluistert al, Zandvoort is ook leuk. Nou, dat is ook zo. Maar we gaan toch voor de Malediven. We gaan beginnen. Als Judith 's morgens uit bed stapt, laat ze dan haar bed open liggen? Maakt ze het netjes op? Of laat ze het door iemand anders opmaken? Dus opmaken, door iemand anders laten opmaken of je bed open laten liggen als ze uitstaat? Nee hoor. Ja. Ja, zeg het maar. Ik denk door iemand anders op. Ja, dat is goed. Hartstikke mooi. Let op, vraag 2. Wat is zijn meest gebruikte excuus? Ik kan het niet. Ik lust het niet, of ik weet het niet. Ik weet het niet, ik kan het niet, of ik lust het niet. Wat voor een excuus gebruik je kent het wel een beetje. Kan het niet, ik kan het niet, lust het Hij niet. Hij tikt nu. Weet je het antwoord met zekerheid te geven zo? Ja. Zeg maar. Oké. Ik kan het niet. Ja. Goed. Is goed. Nummer 2. Leuk vraag. Welke tekst zou zij graag op jouw boxershort willen zetten? Welke tekst? Op mijn boxershort. Of zou je op zijn boxershort willen zetten? Jij mag tikken. Niks zeggen, tik. Beetje moeilijke vraag, maar wel leuk.
Ja, komt-ie. Ja, dit ging niet helemaal goed. Oh. Even backspace. Dat was dit, hè? Ik help even mee. Ik heb altijd secretaresse. Ja, het gaat niet goed, maar we weten wel wat het is. Mag je niet zeggen, secretief? Ik denk haar eigen naam. Nee. Ah, jammer. Goedemorgen. Het was goedemorgen. Goedemorgen. Op zich wel heel aardig was. Ja, absoluut. We hadden even een probleem met de computer, maar dat geeft niet. Jullie hebben twee vlinders zover. Okay. Let op. Welke dans beheerst hij het beste? De foxtrot, de mambo of de twist? Twist, foxtrot of de mambo? Moeilijke vraag. Dat weet je wel. Zie ik. Zeg maar. Foxtrot. Ja! Foxtrot, goed! Drie. Zo vraag, want het komt er vooruit. Ja. Dat is goed, is goed. Wat hebben mannen het meest op hun ondeugende lach, hun sprankelende ogen of op hun speciale kleur haar? Bij mannen. Wat vind je het meest opvallend? Wacht even. Waar val je het meest op? Sprankelende ogen, hè? Ja? Kleur haar. En een lach. Ondeugende lach. Kan ook. Ik heb het gezien. Er is iets mis met de apparatuur. Ga door. Ja? Zeg maar. Dat sprankelijke... Sprankelende ogen? Nee. Nee? Nee. Wat dan? Nee, het was het haar, helaas. Oh. Jammer, jammer, jammer. Kleurhaar. Drie vlinders zover. Hier komt de laatste vraag. Wat vond hij vroeger het leukste speelgoed? Oh. Wat vond hij vroeger het leukste speelgoed? Daar heb ik niet over gehad, hè? Dat moet je inschatten. Voetbal, maar ja. Ik moet ja. Assistente Carolien helpt even met het typen. Ja? Doen alle jongens doen het. Pardon? Doen het. Speelgoed hebben we het over. Ja, alle jongens gebruiken dat. Nee, maak het nog erger. Ja. Auto's. Auto's. Ja, is ook logisch. Ja, nee, voetbal. Een voetbal. Ik voetbal altijd. Jammer, 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 jammer. Nou ja, helemaal niet jammer. Er zijn namelijk drie vlinders gewonnen en dat is de volgende prijs. Een heel vrolijk bankje waar je niet alleen heerlijk op kunt zitten met z'n tweeën, maar wat je ook voor als het echt gezellig wordt, kunt uitklappen tot een heus tweepersoons bed. Blijf lachen. Hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Gewoon net gebruiken. Ja? Ja. Toevallig is dat altijd. We hadden nog geen bed, dus... Je had nog geen bed? Nee. Je had een bank? Nee. Bank had je wel, ook niet? Ja, bank heb ik wel. Ah, dat maar nog geen logeerbed. Ja, dat is handig. Als je een slaapkans op het logeerbed Ja, keur. Ah, je bent tenslotte nog niet getrouwd, dat is wel juist. Hey, jullie heel hartelijk dank. Jullie was gezellig. Jullie hartstikke leuk. Ja, jullie waren gezellige kandidaten. Dankjewel. Oké. Veel plezier met het bankje. Heeft je een En hele leuke mensen, kan niet anders zeggen. Absoluut, gezellig. Maar we hebben er meer. Nog een love duo van vorige week. Kijk naar het filmpje. Ik vind het stuk en hij heeft leuke antwoorden. Ja. En hij wil het gaan maken. Ja, in het leven. Misschien. Ja. Misschien kan jij daar deel van uitmaken, maar we weten het niet zeker. Ad weet het wel. Maar Ad's gezicht verraadt niets. Voor wie heeft Ad gekozen? Hallo. Ja, op jullie was dat verhaal over lengte eigenlijk net een beetje van toepassing, hè? Want dat is ook, hè? Ja. Vorige week was dat. Toen Patricia opstond, hè? Oh, je ziet het niet, hè, als je daarop zit. Nee. Ja. Maar goed, de schrik is over. Jawel. Ja? Is namelijk een beetje gewend. Is het omgeslagen in iets leuks? Ja. Ja? Ja? Voor mij is het toch meid. Ja? En is hij ook leuk? Hij is ook heel leuk. Ja? Charmant, leuk, aardig, vriendelijk. Ja. Alles. Cool. Alles. Nou, nou, nou. Goed, nou, met veel plezier spelen wij dan het spel. Absoluut. Ja. Caroline, wil jij beginnen? Ja, ik ga beginnen. Let op. Ad, wat denk je dat zij het leukst vindt? In een vakantiepark natuurlijk, hè? Het tropische zwembad, de bowlingbaan of een gezellige bar? Bowlingbaan, gezellige bar. Ik dan of tropische zwembad? Ik denk goed. Yes. Zeg maar. Tropische zwembad? Ja, goed. Nee, de kop is eraf. Vraag 2. Voor wie zou hij in een propvolle bus opstaan? Een zwangere vrouw, een aantrekkelijke juffrouw of voor helemaal niemand?
een aantrekkelijke dame gaan typen. Attent. Een zwanger iemand. Je bent er van afblijven. Zeg het maar. Ja. Een zwangere vrouw? Een zwangere vrouw. Ja, goed. Twee. Oké. Ja. Goed. Nou moet ik typen. Waarvoor kun je Patricia 's nachts wakker maken? Waarvoor kun je ja, Patricia 's nachts wakker maken? Geen geld. Wij wachten af wat zij gaat typen. Er is iets. Ja. Je mag het zeggen. Wat denk je? Gooi het eruit, dat. Voor liefde. Helaas, helaas. Shit. Nou, een pizza. Pizza. Ja. Liefde gaat door de maag. Ja. Twee vrienden zover. Hier komt vraag 4. Hoe, stilte in de zaal. Hoe laat gaat hij door de week meestal naar bed? Hoe laat? Het mag een heel uur zijn. Hoe laat? Denk nou. Dat weet je, hè? Een uur of 7. Nee? Zeg het maar. Ja. 10 uur? 10 uur. 11 uur. Jammer. Zonde. Wat zal zij zeggen als ze zichzelf in 1 woord zou moeten omschrijven? Denk goed na, Patricia gaat nu typen. Hoe zou jij Ad in 1 woord omschrijven? Of zichzelf? Zichzelf. Hoe zou jij jezelf in 1 woord omschrijven? Hoe zou Patricia zichzelf omschrijven? In 1 woord. Moeilijk, hè? Eigen. Ja, je kent jezelf, toch? Nee, ik weet niet of hij mij kent. Ja, daar moet je even... Daar gaan we vanuit. Oh. Kan ik terug? Ja, ik kan terug. Ik weet nu ook hoe het werkt. Ja, ja nou, dat is... Ja, zeg maar. Het is een mooie ogen. Nee, dat is geen juiste omschrijving. Omschrijven. In 1 zichzelf, woord, omschrijving. Als persoon. Patricia is... Ja. Toffe meid. Ach, een toffe meid. Nee, helaas. Jammer. Wij kunnen dit niet meer goed kijken. Dat gaat niet goed zo. Tot nu toe 2 vlinders. Twee vlinders, hè? Ja. 2 vlinders zover. De laatste vraag. Kunnen het er nog 3 worden? Pakken we nog. Een moeilijke. Helaas voor jullie. Waar houdt hij absoluut niet van? Denk na. Waar houdt hij absoluut niet van? Alleen na. Dat weet je. Dat weet je. Zeg maar, het gaat door de maag ook. Witlof. Ja! Witlof, ja! Gelukkig. Ja. Op het randje 3 vlinders en dat is hem. U kent hem al, dus slapen. Een heel vrolijk bankje waar je niet alleen heerlijk op kunt zitten met z'n tweeën, maar wat je ook voor als het echt gezellig wordt, kunt uitklappen tot een heus 2-persoonsbed. Dankje! Toch nog blij mee? Absoluut. Iedereen is blij met het bankje. Vanaf nu alleen maar bankjes. Wij wensen jullie heel veel plezier. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie terug zijn gekomen. En we hopen dat het goed blijft gaan. Ja. Veel plezier samen. Okay. Geef ze een applaus. Altijd Patricia. Heb jij eigenlijk al een slaapbankje? Ik heb een slaapbankje. Heb je al? Ik sta bij mijn dochter op de kamer. Aha, ik heb er nog niet in. Kan je dat even regelen? Ja, natuurlijk. Perfect, bedankt. 1 slaapbankje voor Rolf Wouters. Komt eraan. Ja. Ik zie het al in de rechterooghoek. Dames en heren, we gaan verder natuurlijk met dat waar u allemaal op zit te wachten. De nieuwe kandidaten. En hier komen de dames.